Marinus Dijkhuizen, 2-2 tegen Den Bosch. Ik denk dat het toch wel enigszins voelt als een nederlaag. Ja, veel in de avond uiteindelijk. Hè. Met name omdat zware blessure met mannen oplopen. De eerste 20, 25 minuten waren eigenlijk hartstikke goed. Misschien wel even een betere dit seizoen. Een geweldige goal, voetbalgoal. Wat kansen gecreëerd, druk de tegenstander, volledige controle over de wedstrijd. Eigenlijk was het een beetje wachten op 2-0. Nou, voor mannen is uit, ja, dat zag er gelijk slecht uit. Dus dat had veel invloed op de even mentale dreun voor de jongens die op het veld stonden. Iedereen zag gelijk dat het mis was. Daarna verloren we wat controle. Komt Den Bosch wat beter aan het voetballen. Ja, zonder super gevaarlijk te worden. Maar ja, dan haal je toch net niet de rust 1-1. Dus dat is vervelend. Nou, ja, tweede helft ging het een beetje gelijk op. Maken we een hele mooie standaard situatie. 2-1. Dan denk ik, ik kan hem toch over de streep trekken. Ja, dan maken we ook nog een eigen goal. En de laatste 10 minuten, dan was het billenknijpen. Dan hadden we wat moeilijk de laatste 10 minuten. Jullie beginnen heel goed en dan valt inderdaad Mannes geblesseerd uit. Wat is er met hem? Hij heeft zijn kuitbeen gebroken, dus die wordt vanavond al geopereerd. Dus dat is heel slecht nieuws. Heeft dat invloed op de spelersselectie en de wedstrijd zelf? Nou ja, dat vond ik wel vandaag. Omdat het ze zagen op het veld dat het mis was. Ja, dat heeft dan invloed mentaal. Hè? En je bent veel met elkaar bezig en dan heb je een band met elkaar. Ja, als iemand zo zwaar geblesseerd raakt, dan heeft dat invloed. Ook Mannes was eigenlijk een van de betere op dat veld, misschien wel de beste. Dus we hadden daardoor ook heel veel controle. En ook die controle viel wat weg, dus het had dubbel invloed. Je maakt een mooie veldgoal en je maakt een goal vanuit een vrije trap. Dat moet eigenlijk wel genoeg zijn thuis om te winnen, toch? Ja, vind ik ook. Maar helaas niet. Dat zeg ik, twee slordige goals, één afstandsschot en een eigen goal. Dus is erg behalen, moet ik zeggen. Vorige week speelde je in ongeveer hetzelfde systeem. Bevalt het je tot nu toe? Ja, vond ik wel. We maakten echt een goede goal. We creëren een paar mooie kansen. Dus wat dat betreft past het systeem ons prima. Laatst zijn we gezet naar 4-3. Omdat Martijn van der Laan niet verder kon. Die had ook al aangegeven in de rust dat hij eruit moest. Dus ja, dan hoop je op de streep te trekken. Maar dat lukte toch helaas niet. En ik moet zeggen, Den Bosch speelde ook wel behoorlijk goed voetbal. Dus we hadden moeite om daar grip op te krijgen op het middenveld. Een drukke week voor de boeg. Dan weten we in ieder geval dat Mannes zwaar geblesseerd is. Is de rest er een beetje fit uitgekomen? Nou, ik denk dat Martijn van der Laan ook moeilijk wordt voor Mannes kort dag. Dus in die zin hebben we best wat schade opgelopen. Marvin komt terug van de schorsing. We hebben een brede selectie. Dus het zal geen probleem zijn. Maar dat is wel zonde. Omdat je af en toe denkt, dan heb je de puzzel in elkaar. En dan gebeuren weer dingen waar je toch weer moet gaan veranderen. Dus dat is wel heel vervelend. Nou, vorige week leek dan inderdaad het ook eindelijk even mee te zitten. Is dit dan een tikje onderweg of kun je dan weer opnieuw beginnen, zeg maar? Nee, niet opnieuw, want ik heb wel genoeg goede dingen gezien vanavond. En toen zeg ik 2 goals gemaakt. Dus dat zijn echt wel heel veel goede dingen. Alleen ja, overheerst nu zeker met zo'n zwaar zuur bij, dan heb je toch een kater van zo'n wedstrijd.